economisch bekeken. Hoofdstuk 1, behoeften. Paragraaf 1, keuzes maken. Behoeften. Er zijn basisbehoeften, zoals bijvoorbeeld eten en drinken, kleding en een dak boven je hoofd. Dat noemen we dus basisbehoeften. Terwijl als je kijkt naar producten zoals een mooie mobiele telefoon en op vakantie gaan, zijn dingen waar je ook zonder zou kunnen. Dat noemen we dus luxe behoeften. Goederen en diensten. Als je op vakantie gaat van Amsterdam en je gaat op vakantie naar Ibiza, dan maak je gebruik van een dienst, namelijk het vliegtuig. Als je er eenmaal bent, maak je ook gebruik van een hotel. Ook dat is een dienst. Diensten zijn niet iets wat je zelf in je bezit krijgt en meekrijgt, maar iets wat je gebruikt. Je bent dus aan het consumeren. En misschien koop je ook nog wel een strandlaken en een speelzetje voor de kinderen. Dan ben je goederen aan het consumeren. Luxe. Als je op vakantie gaat en je hebt geen strandlaken bij je, dan is het noodzakelijk dat jij een strandlaken koopt. Het is wel een luxe goed, maar je bent het wel nodig. Misschien vind je jetskiën ook wel leuk. Maar heb je daar het geld niet voor? Ook jetski is ook een luxe goed of dienst. En je maakt dus een keuze om dat niet te gaan doen. Het kan ook zijn dat je gebrek aan tijd hebt. Je wilt sporten op je vakantie, je wilt op het strand liggen, je wilt ook nog uitgaan. Je moet dan keuzes maken. En die keuzes maak je meestal vanwege geld en tijd. Het maken van die keuzes noemen wij prioriteiten stellen.